Breda Nu. Je weet het meteen. Kunst, kunst en nog eens kunst. Art Breda, de inspirerende beurs voor kunst, antiek en design, is weer van start gegaan. Op de vernieuwde locatie in het Breda's Museum kunnen mensen van diverse kunstenaars genieten en hun werken kopen. U ziet hier een vitrine van de firma Roschen. Die doen in Nederlands antiek zilver. En we hebben hier een vitrine met zilver uit de 18e eeuw, waar vogeltjes op voorkomen. Dit is een hele mooie bouilloire en die heeft een bekroning met een zilveren vogeltje. Hier is een klein suikerschaaltje waarop een vogeltje gegraveerd is. Het theepotje is heel leuk met tortelduifjes, helemaal gedreven. En op de oude 17e eeuwse beker ziet u ook vogeltjes met takjes in hun bek. Ten teken dat ze gezellig gaan nestelen. Wij zijn een firma, Bascania uit Antwerpen. En we hebben een collectie van juwelen, handgemaakt, ontwerpen, die we dus presenteren hier in Breda of in Amsterdam of in andere steden, bij ons in België ook. Daarbij hebben we, bij de juwelen hebben we nog een andere lijn uitgewerkt, dat is de beeldende kunst, die we gemaakt hebben hier met ons moderne design van Eternity in een in 18 karaat goud, zilver en ebbenhout. En dan ook tweemaal in recto verso granaat van Madagaskar. Daarbij hebben we nog een ander beeldje, de clown, die ook volledig in karaat is. En die dus helemaal met edelstenen, dus diamant, saffier, robijn en smaragd bekleed zijn. Ik kom net binnen, dus ik heb totaal nog geen indruk, moet ik zeggen. Maar wat verwacht u ervan? Ja, evengoed als andere jaren weer dat er een uitgebreide collectie is. En mogelijk zijn daar weer nieuwe dingen. Nou, we zijn er nog net. Ik denk 10 minuten ongeveer. Misschien nog niet eens. Dus dit is het eerste wat we zien. Maar tot nu toe zien we al veel bekende namen en mooie werken van mooie kwaliteit. Dus, maar we zijn wel benieuwd wat we nog meer gaan zien. Ja. Nou, well, I would say that Breda is becoming a kind of international city because Breda geographically Germany is very close by, and also Belgium is very close by. So actually when you look at it, you realize how international location Breda becomes. So also the galleries are coming up so everywhere. Breda Nu. Je weet het meteen.